En we hadden twee machtige wapens. De ene was de e-mail en de andere was de telefoon. En ik zou jullie willen vragen om in een minuut dadelijk allemaal één iemand te bellen waar jullie vertellen van dat Human die 50.000 leden heeft gehaald. Bij voorkeur iemand die jullie lid gemaakt om die te bedanken. Toevoegen ook is echt een ontzettend vitaal netwerk. Een netwerk van programmamakers, maatschappelijke organisaties, verwante media en honderden actieve leden die samen ervoor gezorgd hebben dat we over die 50.000 leden zijn geraakt. Dat voegen we toe. Een nieuw soort, niet een nieuwe zaal, maar een nieuwe netwerkomroep. Wij hopen dat het lukt om op die manier erkend te worden. Daar gaan we vanuit ook. En dat vieren we alvast maar even vandaag. Vinden jullie het? Je ziet dat er allemaal stippen zijn in kleurtjes. En al die stippen staan voor een programma-onderdeeltje dat je op het programma-boekje dat jullie gekregen hebben vindt. Loop gewoon met glas in de hand door het gebouw. Het zal Human niet zijn en het is ook weer interactief. Experts aan het verzamelen op het gebied van een bepaald thema dat voor ons belangrijk is. Dus we willen echt op alle belangrijke thema's willen we een G1000 hebben. 1000 mensen die echt kennis hebben, ervoor zorgen dat er inhoudelijk feedback komt op niveau. En van daaruit kunnen deze echt heel goed dan interactief. Er zijn natuurlijk mensen die content consumeren als ze in de vrij zitten op een uur elke dag. Dat is het uurtje. En dat is het moment waarop je misschien het meest geïnspireerd bent. Je kijkt naar een documentaire, dan heb jij misschien een aanvullend idee. Wie gaat hem downloaden? Ja, als die er is. Ik ook. Even kijken. Dus wanneer is een vraag echt dan filosofisch? Ik denk eigenlijk als je er heel lang over na kan denken. En meestal als er sowieso iemand het niet mee eens is. Want dan kan je goed met elkaar discussiëren en argumenten geven. Laat het zelf doen, wil je dat? Zelf beslissen, zelf. Niet afwachten tot je toestemming hebt van een bepaalde god of vragen aan de god of het goed is. Of wachten tot de god iets voor jou doet. Kennen jullie de oorsprong van het woord filosofie? Nee. Liefde voor de wijsheid? Wijsgerigheid? Filosofisch? Sure.